Challenge doen. Gewoon omdat heel veel van snoep houden. We gaan namelijk een andere variant doen op de Chubby Bunny Challenge. Nou, wat gaan we doen? Hiernaast ligt een dobbelsteen. En we gooien omste beurt gooien met de dobbelsteen. Het doel is om zo laag mogelijk te gooien. Het aantal dat je gooit, dat is het aantal spekjes wat je in je mond moet doen. En daarna moet je Chubby Bunny zeggen. Dus ja. Zolang je dat kan, zit je nog in het spel. Maar als je dat niet meer kan, dan ben je dus af. En wie het langst volhoudt, die heeft gewonnen. Ja, en dat doen we misschien 3 keer of zo. Zodat je wel nog een beetje kans hebt. Meteen helemaal gelijk 6 gooien en gelijk af. Ja. Dus laten we maar beginnen, toch? Oké. Okay. Ja. Spannend. Zal ik beginnen dit keer? Ja. 5. Dit zijn er 2. 2. En lastig. 3. Joh, het ziet er echt vies uit. Ja. 4. Ja, je pakt wel de kleinste spekjes die erbij zitten. 5. 5. Nou, je kan het nog wel. Wat zei je? Jij bent. Okay. Yes! Oh, mm. Een geluksvogel. Dan moet je wel echt een grote pakken. Chubby bunny. 4. Ik heb gewoon al spierpijn in mijn mond van het lachen. Oh, chubby bunny. Oh, ik wil het opeten. Ja. Hoeveel? 1. Wat een ding. Ze gooit gewoon weer laag. Ja, maar dat is ook Chubby bunny. Oh. 3. Gaat nooit passen hoor. Even lachen, dat moet niet. Dat is een ding. Deze ronde gewoon gewonnen. Ja. Ben je het nou aan het opeten? Nou, het is dus 1-0-0. Nu mag jij beginnen. Lekker smakelijk ook, die uitgespuugde spekjes voor ons. Ja. Leuk om naar te kijken. Ik krijg gewoon heel veel trek van. 2. 1. 2. Chubby bunny. Ik wil ook 1 of 2 gooien. Alweer 4. Nou. Ik ga ze niet in het pakje leggen. Ik ga het tactiek bedenken. Ik ook een tactiek beleven. Gewoon laag gooien, dat is mijn tactiek. Chubby bunny. Zit nu al aan de linkerkant, hè? 2. Met die kleine dingetjes pakken, hoor. Oh, ik ga nu winnen. Lang. Chubby bunny. Ik kan eindelijk een keer de woord van mijn haar spreken. 6. 1. 2. 4. 2. 5. 6. Oh mijn god. Vier. Waarom ga ik elke keer zo hoog? Ik had net ook een 4. Ik ben zo misselijk ook, hè? Echt niet normaal. Tuurlijk. 1. 2. Chubby bunny. Geef maar op hoor, geef maar op. Dat is uit de mond. I won. Oh, het liep uit mijn mond. Ik heb gewoon gevoeld dat ik bij de tandarts
haar zit ofzo. Ja, dat was echt zo smerig. Die met even een doekje. Oh. Ik zag het wel. Ik moest gewoon de kop hadden zeggen. Oh, helemaal dat jij ging kwijlen. Jackie, het ziet er zo vies uit. Nou, ik heb nu wel een punt. Wow, ik voel helemaal dat suiker om mijn mond terug te zitten. Nou, het is wel een leuk spelletje. Laten we nog een uurtje doorgaan. Wel goed om je mondspieren hiervoor te trainen. Nou, zo, echt hoor. We doen het nog het laatste potje, toch? Ja. Dus het wordt nu of gelijk spel, of iemand of één van jullie wint. Ja. En waarschijnlijk heb ik toch weer pech. Gewoon iemand gelijk 6. Ik hoor er nooit 6 open. Niet gewoon 6. En alle kleine spekken zijn er ook al tussenuit. Nee, die zitten onderin. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oh. Dan hoop ik hier straks nog eentje. 1, 2, 3, 4, 5. Fabi Brownies. Dat is wat jij bent. 4. Oh, dat valt nog mee. Doe ik lekker langzaam. Fabi Brownies. Gaat ie? Waarom ga je nou kijken? Het gaat niet tussen jullie. Ik eet er 1, 2. Ook 2. Waarom gooien jullie steeds zo laag? Of ik wel. Weer 2. Nou, bij deze, Roos, heb je gewonnen, denk ik. Dat ik gewoon... Het ziet er zo vies uit als het uitspuugt. Gaat zien, Dani. Wie heeft er nou in totaal de meeste gegeten? Kunnen we dat vanaf hier zien? Ik denk Lisa. Lisa. Of ik. Nee, want jij... Jij is sowieso het minst, daarom heb je ook gewonnen. Ja. Ja. Ik vind dat de prijs voor de winnaar deze 3 bakjes zijn. Moeten ze allemaal verplicht opeten? Nee. Dus. Wie is dus de winnaar van dit spel? Hoofdzanger. Dat gaat niet doen, maar het was super leuk, toch? Wat vonden jullie van deze video? Leuk? Doe dan even duimpje omhoog. En als je nog niet geabonneerd bent, moet dan ook nog eventjes hieronder op de rode knop. We hebben allemaal rood aan. Druk op die rode knop. We hebben speciaal gedaan zodat jullie op de rode knop drukken. En als je het filmpje bij mij de magazine met ons en Lisa nog niet hebt gezien, bekijk die dan ook nog eventjes. Ja, hij is snel. Heel erg leuk. Hij is heel grappig. Ja. Heel erg bedankt voor het kijken. En tot in de volgende video. Doei!